Ja, Bode e-sporter van Sparta. Allereerst, wat zijn we hier vandaag in Schiedam aan het doen? We zijn hier vandaag de tweede e-sporter van Sparta Rotterdam aan het, ja, aan het uitkiezen. Ze zijn ze eigenlijk zelf aan het spelen. En ja, de winnaar of de beste nummers 8 komen op gesprek hier uiteindelijk bij Sparta Rotterdam. En uit een van die 8 wordt dan een winnaar gekozen die met mij e-sporter van Sparta Rotterdam is. Ja, want jij bent al e-sporter. Hoe ben jij dat geworden? Ik heb 3 jaar geleden ook een FIFA-toernooi gehad, hier bij Sparta. Die heb ik niet gewonnen, moet gezegd worden. Ik heb verloren van Frank van der Slot in de halve finale. Maar als 16-jarig jongetje ben ik daar wel opgevallen. En uiteindelijk dus, wat er nu ook weer is, op gesprek gekomen. En uiteindelijk tweede e-sporter bij Sparta geworden. En nu ben ik nog de enige, dus wordt er weer eentje gekozen. Ja, wat doen ze eigenlijk op zo'n gesprek om e-sporter te worden? Gaan ze dan kijken naar hoe je bent? Gaan ze je psychologisch doorlichten? Wat is de bedoeling? Nou ja, ik heb daar zelfs nog een potje FIFA nog moeten spelen om te bewijzen dat ik echt zo goed was. Nee, ze stellen een aantal vragen. En het is gewoon hoe jij voor de... Dat is natuurlijk ook belangrijk als e-sporter, hoe jij voor de camera kan komen. En hoe jij met de pers kan praten en dat soort dingen allemaal. Dat wordt daar allemaal getest in principe. Nou, dat gaat je voorlopig goed af. Een 2D sporter. Heeft dat ook nog te maken, want ik heb begrepen dat je 2 consoles hebt waarin in het seizoen in de E-divisie wordt gespeeld. Is er dan nog dat jij een specialisme op het ene console hebt en je nog iemand voor het andere zoekt? Of zoek ik het dan te ver? Nee, dat is zeker waar. Ik ga volgend jaar in de E-divisie op PlayStation spelen. En de winnaar van dit toernooi, of degene die gekozen wordt uiteindelijk, die gaat op de Xbox spelen. En samen vormen wij dan Team Sparta. Dus jij had de eerste keuze? Ik had de eerste keuze. Dan ga je die E-divisie in. Het lijkt me misschien wel een beetje moeilijk ook voor jullie om dit moment al in te schatten. Van joh, waar sta je als Sparta zijnde? Want het echte Sparta doet het goed. Nou, ja, misschien kunnen jullie ook verrassen. Ja, laten we hopen dat we de wegen van het echte Sparta kunnen volgen. Zeg maar. 5e plek volgens mij nu. Als dat zou lukken, dan zouden we heel erg tevreden zijn natuurlijk. Ja, even voor de kijkers. Je speelt niet met het team van Sparta, maar met een team wat je zelf samenstelt. Ja. Daar zitten ook wel allemaal regels aan. Even kort, hoe zitten die regels in elkaar? Nou ja, in principe voor de FIFA-kenners onder ons is het... Ik krijg elke speler tot mijn beschikking van een EA Sports-account. En daardoor kan ik een Gullit, een Ronaldo, een Messi, een Neymar... Nou ja, eigenlijk iedereen kiezen. En daar mag ik dus mijn eigen team in samenstellen in Ultimate Team. En met dat team speel ik dus wel in het Sparta tenuutje, mag erbij gezegd worden. En zo gaan wij tegen elkaar opnemen. Heb je al een paar spelers waarvan je zegt dat die gaan sowieso bij mijn Sparta aan de basis? Nou, misschien dat Dirk Abels wel een goede kans maakt. Tim Korenmans doet het ook goed. Nee, Ruud Gullit natuurlijk, dat is in principe de beste speler in het spel. Ronaldo Lima, ook wel bekend op de Nederlandse velden. Ja, de oude Ronaldo, hè? De oude Ronaldo, inderdaad, ja. Normale Ronaldo maakt ook zeker een goede kans. Schijnt ook wel een redelijk balletje te kunnen trappen, dus dat komt allemaal wel goed. En hoeveel uur hebben jullie nou zelf al in zitten in die nieuwe game? Te veel, denk ik. Nee, ik speel zelf meestal wel 1,5 uur per dag. Dus ja, kan je een beetje uitrekenen hoeveel dat is.